helemaal stuk. Dus ik zeg, ja, oké, okay, maar morgen zijn we dan om 10 uur bij jou. Hij zegt, ja, luister nou eens even. Ik vind het allemaal leuk en zo. Zeg maar, je hebt helemaal niet echt aan mij gevraagd wat ik er nou van vind. Ik zeg, wat je waarvan vindt? Ja, het is een beetje jezelf hooligan-achtig gaan horen. En dan moet ik zeggen, ja, dat is mijn zoon. Nee, dan ga je nog op tv doen ook. Wat heb je het over? Ze gaat over clubliefde. Het gaat over wat voetbal, hè, liefde voor voetbal, met jou doet. Of waar het je, wat voor dingen het je laat doen. Ja, maar ja, ik weet de helft niet meer. Je was gewoon vervelend. En je ging elke keer er naartoe, opgetuigd als een kerstboom. En overal sjaaltjes. Ja, dan was je weer druk. Ik zei, ja, maar dat is juist waar we over willen praten. Ja, maar daar wil ik helemaal niet over praten. Soms kwam je niet terug. Maar soms zat je weer eventjes vast. Vandaag dat ik me kan heugen. Al Feyenoord-fan. Niet met de paplepel ingegoten. Want mijn vader die was van Ajax. Ik kon die ook niks aan doen. En mijn opa die had hetzelfde probleem. Die was ook voor Ajax. Oorspronkelijk kom ik uit Leiden. Nou, het was eigenlijk dan niet te vermijden dat ik ook voor Ajax zou zijn. Maar ik was nogal tegendraads. En vanaf dat ik me kan heugen was ik voor Feyenoord. En dat heeft geresulteerd in dat ik bij feestdineetjes van dat Ajax had gewonnen, kampioen was geworden. Al dat soort dingen zijn helaas ook gebeurd vroeger. Dan mocht ik niet mee naar de Chinees van mijn opa. En dan was ik 5 jaar, mocht niet mee naar de Chinees, want Youssef is voor Feyenoord. Nou, dan zei mijn moeder, nou, dan gaan wij lekker zelf Chinees halen. En dan kom ik ook niet. Dus het heeft wel altijd meegespeeld. Dus toen ik 6 jaar was en we verhuisden naar Rotterdam. Rotterdam-Zuid wel te verstaan. Charloes, Wolfhartsbocht, de Pompstraat, naast de Maastunnel. Dus ja, zuidelijke konden we het niet brengen. Toen was ik heel dicht in de buurt natuurlijk van de Kuip, op loopafstand. En ik had niet echt een vader die me daar naartoe ging brengen. Dus mocht ik een keertje mee met een vriendje van mij, met zijn vader. Ja, en toen was het gebeurd, hè. Toen wilde hij gewoon elke week daar zitten en gewoon horen hoe dat stadion aan het bulderen was. Op het moment dat er een doelpunt werd gescoord, dat het trilde. Ja, het was gewoon fantastisch. Zo groot, zo meeslepend. Ja, toen probeerde ik altijd naar Feyenoord te gaan. We hadden een gouden team, dat was gewoon zo. We praten over Jantje Peters. Peter Peterson, sorry. Super Peter Peterson. Op het moment dat die man de lucht in klom en hij zet zijn hoofd tegen die bal. Pats. Doelpunt, te erg die zweet. Hartstikke mooi, strijd op alle fronten. En in het midden van al dat geweld, het voetbalgeweld, dan hadden we onze virtuoos Wim Jansen. Wim Jansen, met zijn krulletjes. En die man, die had zijn eigen stilo. En was Mr. Feyenoord. Tot op een gegeven moment dat hij de fatale dag... Dat hij op een gegeven moment dacht van nou, ik ga maar even voor een andere club spelen. En niet zomaar een andere club. Hij dacht, ik ga voor Ajax spelen. Ja, dat was natuurlijk verraad. Nou, ik was er ook ziek van. Ik was ondertussen 12 jaar. En ik stond niet op S op dat moment. Ik stond op vak R. En er lag sneeuw. Dus ik was bezig met een sneeuwbal. In plaats van met mijn papiersnippers op die dag. En ja, het duurde nogal lang voordat de spelers naar buiten kwamen. Dus ik had die sneeuwbal in mijn hand. Nou, eerst was die zo groot. En die werd steeds kleiner. En op een gegeven moment ging die tunnel open. En alles wat ik in me had, gooide ik gewoon naar de spelers die naar boven kwamen. Heb ik de mazzel dat ik gewoon keihard die ijsbal gewoon op zijn oog gooi. Bij Wim Jansen. Yippie-ki-yay. Was natuurlijk gewoon, ja, dat is gewoon geluk. Misschien een beetje de wind erbij. Maar hij had hem zo vet te pakken. Hij kon gelijk gaan zitten. Was gewoon, hup, uit de basis, op de bank. In je nieuwe Ajax-shirt. Heerlijk. Iedereen kon vragen, want ja, in die tijd was er nog geen digitaal tijdperk. Dus er waren niet zoveel camera's. En die camera's die er waren, stonden op dat moment volgens mij niet eens aan. Dus iedereen kon vragen, hé, wie heb gegooid? Hé, wie heb gegooid? Hoor die mensen op vak S, ja, het was mascotte. Want zo noemden ze mij, omdat ik zoveel sjaaltjes had. Kwamen ze altijd bij mij, mascotte moet erbij, mascotte moet mee. Dus die jongens, ja, die waren gewoon blij dat ik dat had gedaan.
Die kwamen naar me toe, hey, moet je colaatje, moet je hamburger? Ik kon alles krijgen. Die dag zat ik er gewoon in. Ja, er zijn wel wat foto's van dat de actie plaats heeft gevonden. Kijk, hier ligt onze Wim, aangeslagen op de grond. Hij wist niet wat er was gebeurd. Nou, toen gingen alle mensen even foto's maken. Au, au, au. Ja, mijn ogen doet pijn. Ja, dik oog. Ja, niet moeten doen. Ja. En achteraf zeiden, ja, toch niet erg hoor, dat ik die wedstrijd niet hoefde te spelen. Dat begrijp ik. Wij vonden dat je nooit in de shirt had moeten gaan lopen, vriend. Er is maar één club. En dat is van Feyenoord. En wat daarmee gebeurt, maakt niet uit. Je blijft voor Feyenoord. Al gaan we op een ander niveau, al zitten we onderaan in de competitie, al gaat het slecht. Je staat achter je club. Soms kook je over. Ja. En dan gebeuren er dingetjes. En dan kunnen dingetjes goed gaan, dan kunnen dingetjes fout gaan. Maar je gaat niet naar achter. Je loopt naar voren. Je blijft met je maten. En je ziet wel wat er gebeurt. En dat is een beetje de mentaliteit. En dat is ook, denk ik, dat is ook waarom Feyenoord mijn club is. Niet lullen, maar poetsen gewoon. Dingen doen. Tja. Bloemetjes buiten zetten. Mooi. Ik zeg gewoon, ja, er ligt hier zoveel aan historie en ook inderdaad aan onzin. Want ook wel dat de politiecharges waren, dat ze ons gewoon in de kantine dreven. Ja, die was ook bizar, omdat ze die charges gewoon uitvoerden tot aan in de kantine. Gekhuis. Ik ben een keer gesandwiched hier op dit plein tussen twee paarden in. Hing ik zo, dus mijn voetjes van de vloer, tussen twee paarden in. En dan gingen ze weer van elkaar af, die paarden zo. De een ging naar rechts, de ander stukje naar links. Pleurde hij zo weer op de grond. Ja. Hoe bedoel je, gekhuis? Fuck S. Ja, bleef altijd bij de les. Dus wat gewoon, we waren als eerste daar. Ook om andere supporters alvast op te wachten. Zodat ze weten dat het niet een makkelijke wedstrijd wordt. En dat ze misschien niet helemaal ongeschonden de stad weer kunnen verlaten. Ja, we waren er altijd erbij. En probeerden ook liever de supporters voordat ze de Kuip in gingen op het parkeerplaats al te ontmoeten. Om elkaar even innig te begroeten. Ja, en dat, zo ging dat. En dan deelde je wat uit en ik kreeg wat. En daarna zat je gewoon met een goed gevoel weer op de tribune. En kon je niet wachten om elkaar weer een beetje ergens te lijf te gaan. Want ja, het hoorde er gewoon min of meer een beetje bij. Als de jongens van Ajax hier kwamen, dan zongen ze ook, het is geen mens, het is geen fles, het is een dode uit vak S. Ja, dat was normaal, weet je wel. Je gooide gewoon alles wat je in je had, gooide je eruit. Zodat je de rest van de week weer een beetje normaal kon doen. En je weer kon opladen tot zondag. Want dan kan je gal gespijt worden. Maar ja, ook kan je daar laten zien hoe ver je wil gaan voor je clubpie. En dat je gewoon trots bent, ongeacht wat de resultaten zijn. Dat je erachter staat, dat je ervoor staat en dat je naast elkaar staat. En kijk, en dat ging op een gegeven moment, ja, dat gingen we inderdaad wel extreme vormen aannemen. En sloegen wel eens een cafeetje werd kort en klein geslagen. Of een trein die haalde het niet. Wij moesten ook rennen. Als we ergens anders kwamen, kwamen we ook niet zomaar het Olympisch Stadion binnen. Ben je gek geworden? Ik heb een fucking marathon gerend om het stadion heen. Met politie en idiote mensen achter me die eigenlijk niet zo blij waren dat we er waren. Maar we waren er wel. En de echte strijd is natuurlijk altijd op de grasmat. En de strijd daaromheen tussen supporters en supportersgroepen. Het zit heel diep, maar het is eigenlijk ook heel oppervlakkig. Want als je goed begrijpt dat wij allemaal heel ver gaan voor onze club. Sommigen misschien te ver gaan voor onze club. Maar wanneer Oranje speelt, we allemaal weer achter die jongens staan. Waar hebben we het dan over? Je hebt het nergens over. Maar het is een eer. Het is een gevoel. En dat blijft bij je. En op daar... een gegeven moment wel heel ver gegaan natuurlijk met Picorni. Dit is te ver gegaan. Is te ver gegaan. En het vrede van het verhaal is dat ik toen die tijd de jongens kon vanuit S, die daar betrokken wij waren. En
ja, je kent, leert ook andere mensen kennen door de jaren heen uit Amsterdam. Die daar dan betrokken bij waren, bij Picorni, die goede vrienden van hem waren. Die op dat moment een echte vriend zijn verloren. En dat krijg je niet meer terug. Dat zijn fouten. Dat zijn fouten. Spijtige shit, weet je. En mag nooit meer gebeuren. Zover mogen dingen niet gaan. Het had andersom ook gekund. Het had ook een van onze jongens kunnen zijn op dat moment. Hè? Die kantje boord ligt. Of die het gewoon niet redt. Kan niet. Kan niet. Het is prima, weet je wel, om voor elkaar op te komen. Het is ook prima om wat uit te delen. Het is ook niet erg om wat te ontvangen. Maar uiteindelijk, ja, weet je wel, gaat het toch om wat hier gebeurt. En dat is hoe ik er nu over denk. En ik ken nu ook heel veel mensen en ja, jongens die dan van Ajax zijn. En die hetzelfde voelen voor hun club. En ja, dat begrijp ik ook. Begrijp ik ook, weet je wel. Dat zit er gewoon in. En dat krijg ik bij hun er ook niet uit. Ja, dat zijn dingen die moet je accepteren. En je moet elkaar ook gewoon tolereren, weet je. En je moet gewoon met elkaar ook iets moois kunnen zien. En natuurlijk, het kan wel eens zijn dat er iets gebeurt. Nou ja, dan gebeurt er iets wat. Weet je wel, maar nooit meer fataal. Gewoon op een normale manier met elkaar omgaan. Ik denk dat ik er nu zo op terugkijk. Laat ik zeggen, het is natuurlijk mooi om iets moois te maken. Hè? Het is, als jij een bushokje hebt gemaakt en je hebt dat mooi gedaan met een mooie bankje erin, een mooie prullenbak. Ik kan me voorstellen als je dat tekent, dat je denkt, ah, dat is mooi. Maar op het moment dat wij er langs zijn geweest en heel dat hokje is weg en de prullenbak ligt op de grond. Ja, dat is ook best wel mooi. Ja, ja, dan sta je niet uit de wind. Dan sta je lekker in de wind. Ja, dat is ook kunst, weet je.